Goedemorgen. Goedemorgen, meneer. Kevin. Nu al? Nee, ik ben inspecteur Kevin. Zeg maar Kev. Ik zoek een zekere heer Van Dijk. De heer Van Dijk. Zal eens even kijken of u te bereiken is. Graag, ja. Graag, ja. Ja, je wordt verwacht. Oh, zal ik aan de weg kwijt? Ja, ja. Pardon. Je gaat hier de vijfde deur rechts in deze gang. Ja, dank u wel. Dank u wel. Ja. Goedemorgen. Goedemorgen. Mijn naam is inspecteur Kevin, maar zeg maar gewoon Kevin. Mijn naam is Harry van Dijk. Ik ben coördinator taalbeheersing en hier belast met de organisatie van het onderwijs. Ah, juist, ja. Dat is heel waar. Gaat die zitten? Heel waar. U heeft mij gebeld, hè? Ja. Er schijnt iets gestolen te zijn. Ik mis 5 dossiers. En dat is rampzalig, mag ik eigenlijk wel zeggen. 5 dossiers? Ja. Alsjeblieft. Wat zijn dat dossiers? Nou, dat kan ik eigenlijk vrij simpel zeggen. Het is een map, zoals die hier voor me ligt, ja? Plus nog een kast. Wat doen we daarmee? We stoppen hier alle producten in die een student in de loop van zijn opleiding maakt. U kunt dat hier zien. Hier zitten een stapeltje werkstukken gemaakt tijdens het tweede jaar. Hier kan straks een verslag van de stageperiode komen. Hier ziet u producten van het eerste jaar, tentamens en producten uit de module. En een student zal ook toe kunnen voegen producten gemaakt voor een krant tijdens de opleiding zonder dat hij daar verplichting voor heeft. En wat is dat? Een planbord. Maar misschien leg je dat even uit als u even meekijkt. Dit is een lesrooster, maar dat is niet zo interessant. Dit is de opleidingsplanning. Laten we maar één blokje pakken. Zo'n blokje stelt voor een periode van 3 weken. Die noemen we hier module. Wat gebeurt er in een module? Daar gaan de volgende vakken: journalistieke technieken, taalbeheersing, massacommunicatie en 1 van de 10 ondersteunende vakken samen een bepaalde journalistieke techniek trainen. Denk bijvoorbeeld, hier heet het keuze, het kan ook tijdruimte zijn, het kan verzamelen zijn, het kan interviewen zijn, het kan bewerken zijn. Zo komen er een stuk 25 module in de loop van de opleiding aan de orde. Ik wil dan toch even nog wat meer van die dossiers zien. Ja, als u ze wilt zien, dan zullen we even naar de dossierkast moeten lopen. Dat is aan de overkant. Komt u mee? Gaat u ja? Plaatsvervangend directeur Gert Dullens, inspecteur Kevin. Kevin, maar zeg maar gewoon Kevin. Oké. Okay. Zeg Gert, neem jij het over, want ik sta nu ingeroosterd. Ja, oké. Okay. Ingeroosterd. Ja, Kev. Harry Tosti. plaatsvervangend. Juist, ja. Ja. Duidelijk te zien, plaatsvervangend. Ja. Het gaat dus hierom. Ja. Hey. Daar hebben ze gestaan. Ja, is inderdaad een slordig gezicht, hè? Zo'n stuk daad. Ja, even. Nou, missen ze ook. Onderzoeken. Ja. Hey. Alsjeblieft, zeg. Ja, ja hoor. Wacht even. Even maar. Pincet erbij. Ja. Kijk, dat doen wij altijd met pincetten. Hè? Oh ja. Ziet u? Ja, alsjeblieft. Dat gebeurt meestal hoor. Liefje erbij, ziet u? Hartelijk dank voor uw medewerking. Hé, hey, herkent u dat lettertype? Ja. Die zou uit onze zetterij kunnen komen. Zetterij. Ja, zetterij. Is dat hier ook in dit gebouw? Dit is in de kelder. Ach ja, zetterij, logisch, dat had ik niet hoeven vragen. Die is natuurlijk in de kelder. Ik zet mijn overbodige spullen ook altijd in de kelder. Dit moet ik natuurlijk even meenemen aan het bureau. Dat is juist, dus dat is in de kelder. Nou, dan lijkt me beter dat we nu even naar de kelder gaan. Nee, wacht even. Ik wil eerst nog even weten. Wie zitten er hier allemaal op? Ja, dat moet u. Dat wil zeggen, zitten binnenkort zal er wel één hangen, maar wie allemaal? Een lijst van alle medewerkers. Ja, dus, ja. Nou, dan moeten we even naar het secretariaat. Die hebben we daar gehad. Ah, als u even voor wil gaan. Gertie, dit is inspecteur Kep.
Die wil graag voor het onderzoek een lijst hebben van alle studenten en medewerkers van onze academie. Dat kan wel, ja. Even kijken, dit is de lijst. En dat is het dit bakje. Dit zijn alle studenten. Met medewerkers. En hier het bakje van de medewerkers. Zullen we hier maar even gaan zitten? Dat is best. Zo, even kijken. Eerstejaars, dat is niks. Die doet ook niks. Nee, de tweedejaars, dus even kijken. Zo, dat zijn er heel wat, hè? Hier. Hé! Ja, Sjoerd Jansen. Verdacht. Waarom is dat nou? We gaan hier toch niet op uiterlijkheden af? Nee, niet op uiterlijk. Op naam. Op naam. Want Jansen is de meest voorkomende naam in Nederland. Logisch gevolg dat onder de criminelen de meeste Jansen heet. Voel u? Dat lijkt me criminologisch nogal een aanvechtbare stelling. Ja? Nou, nee hoor. Laat u dat maar aan mij over. En dit hier, wat is dat? Dat zijn alle docenten en andere stafleden. Juist, journalistieke technieken, massacommunicatie, taalbeheersing. Wat is dat, taalbeheersing? Dat is het vak waarin de aanstaande journalisten wordt geleerd om de Nederlandse taal te hanteren als hun voornaamste gereedschap. Niet alleen schriftelijk, maar ook mondeling voor mensen die later bij de radio en televisie willen gaan werken om bijvoorbeeld een film te maken. Ja, en dan hebben we hier ondersteunende vakken. Wat is dat, ondersteunende vakken? Dat zijn naast die drie hoofdvakken alle vakken die de journalist naderhand in zijn werk nodig kan hebben. Zoals politicologie, recht, planologie en dat soort vakken waarmee men in de praktijk te maken krijgt. Ja. Nou, ik denk dat ik het wel begrijp, ja. Ik ben een heel stuk opgeschoten hoor, met mijn onderzoek, ja. Ik ga nu even naar de kelder, maar dat vind ik verder alleen wel hoor. Ik kan rustig hier aan het werk blijven. Oh, dit laat ik even hier, ja. Ik vind de kelder zelf wel hoor. Verdwaalt u niet? Nee hoor, ik ga gewoon op de muffellucht aan. Dank u wel hoor. Oh, goedemiddag. U bent zeker de inspecteur? Ja. Oh, ik ben Kees van Overbeek, decaan hier van de academie. Wat zegt u? Decaan hier van de academie. Ja, ik ben een beetje de vertrouwensman van de studenten hier. Als ik uw vertrouwensman kan worden vanmiddag, als ik u assistentie kan verlenen, dan ik ben er altijd toe bereid. Ik zit hier om maar ineens met de deur naar huis te vallen. Aan het einde van de gang, ja, hier beneden. Nummer 100? Nee, nummer 102. Ik zit net naast die beruchte lokale. Als ik u kan helpen, dan... bent u altijd van harte welkom? Ja. U hebt al een idee wie het gedaan kan hebben, of niet? Nou, zoals ik u zie staan hier, ik denk het wel, ja. Ik denk het wel. Nee, maar ik bood me aan als assistent, niet als, als potentieel... Nou, ik zou zeggen, gaat u maar, want ik heb nog... Ja, ik wens u heel veel succes. Dank u wel. Bent u Jan van Beek? Ik wou dat niet zien, maar ik zit daar. Dag meneer Van Beek. Mijn naam is inspecteur Kebum. Jan nou, zeg maar gewoon Keb. Ja. Ik heb hier iets. Ik wil eens even aan u vragen of u dat herkent. Kijk. Zou dit uit hier uit de zetterij kunnen komen? Dat zou wel kunnen. Het is inderdaad het lettertype wat wij hier gebruiken. Ja. Maar het is ander papier. Hé, ander papier. Ja, nou, dan wil ik dat toch even gedemonstreerd hebben. Jazeker. Ik wil dat toch even zien. Ik zal het u tonen. Dit is een zogenaamde zetcomputer. Ja. En daar kunnen dus allerlei teksten opgezet worden. Ik tik bijvoorbeeld een lettergrootte, die tik ik in. Noem maar op. Korps 48, een regelafstand tik ik in en daarna zoek ik een lettertype en daarna tik ik dan nog even een regellengte in en dan zal ik eventjes het woord tikken wat u wilt. Mag ik het briefje nog even? Ja. Want ik weet niet precies wat er staat. Hartelijk dank voor uw medewerking. Dit gegeven sturen we dan via zo'n schijf naar de zetcomputer die hier zit. En dan laten we dat zaakje zetten. Aha.
aan een ogenblikje en dan kom ik er zo uit de rol. Moet je maar gaan aan. Ja hoor. Je bent toch niks kwijt, hoop ik? Nee hoor, nee, ga ik maar gewoon door met het goed zo. Goed. Dan zullen we kijken of het hetzelfde lettertype is geworden. Ik maak het klapje open. En ik pak de cassette eruit, waarin het fotografische papier zit. Ja, ja. En dan zullen we dan eventjes naar de ontwikkelmachine gaan. Dit is een ontwikkelmachine. Dan kan ik het papier doorvoeren net of dat er een foto gemaakt is. En dan komt na verloop van tijd komt de regel aan de achterkant eruit. Ja, 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 ja. Ja, 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 het is het hoor. Ja, inderdaad zeg, de tekst is hetzelfde. Hey. Alleen ander papier. Ja, nogmaals, het is jammer. Liam is, wat nu? Nou, dan zou ik eens gaan kijken hiernaast. Want daar zit Twan Zegers. En die zit in zijn audiostudio. En die heb ik eigenlijk nooit helemaal vertrouwd. Twan Zegers? Twan Zegers. Niet te vertrouwen? Volgens mij niet. Aha, dank u wel. Graag gedaan. Dag meneer Kemp. Maar het politieke toneel moet verdwijnen. Maken dit soort uitspraken samenwerking straks. Wat doen jullie dan? Monteren. Monteren? Twan Zegers, hoe is die hier? Die zit hiernaast. Herhaalde uitspraken in het college en buiten. Zegers, bent u Zegers? Ja. Ja? Ik moet eens even met u praten. Ja, waar gaat het over? Dat zal u wel merken. Oké, komt u daar door maar binnen. Ja, ja. Kepem is de naam, zeg maar Kep. Twan Zegers, hoe maakt u? Twan. Gaat u aha. Zitten? Dus u bent Twan? Ja. Ja, ja. Wat is dit hier allemaal? Nou, dit is een semi-professionele opstander van de radiostudio voor de studenten. Waar ze dus van verschillende signaalbronnen, ook dit, ja, ja. Op de tafel, met al de schuifjes, tot één band kunnen mixen. Om dus spraak, muziek, eventueel telefoongesprekken, alles kan gemixt worden tot één programma. Interessant, hè? Ja. Ja, heel interessant, ja. Ja, ja, ik heb hier verder ook niks te zoeken. Ja, nou, ik ga maar eens naar de studenten kijken. Studenten. Ik stel hier de vraag, hè. Meneer Zegers, hartelijk dank. Tot ziens. Voor de inlichtingen. Ja. Tot ziens, hoor. Joep. Wat zijn jullie aan het doen hier? Inspecteur Kip, dat is gevallen. Ik was net bezig met een artikel over u. We zijn een aantal stukken aan het schrijven. Oh, ik dacht dat jullie gewoon altijd maar de hele dag met gezellig met montageapparatuur bezig waren of zo. Montageapparatuur, dat is misschien niet nou, Joost, maar wij hier zijn de hele dag bezig met stomme, saaie stukken. Ja, ja. Ja. Echt, om hartstikke gek van te worden. Ja, ja, ik kan me voorstellen. Nou jongen, zorg maar voor dat je niet overspannen raakt. Ja, ja. Heb je hem al Ik heb hem nog niet. Nog niet? Dan zou ik toch eens naar de tv-studio gaan. Gijs Hoogendoorn, die hele dikke man. Ja? Gijs Hoogendoorn. Dat is een man die...
die ontzettend veel ritselt. Dat zou je best kan verslagen. Ah, dank je vriendelijk. Ja? Mag ik u wat vragen? Wat zoekt u eigenlijk op school? Wie stelt hier de vragen? U blijkbaar. Dank u wel voor het interview, hè? Dat wordt nooit de journalist. Ja, dat is voor ons altijd een belangrijke vraag geweest. Het gaat natuurlijk om hoe een situatieschets van die familie wordt vastgelegd. En het gaat zo snel met al die afleveringen dat wij vinden dat een aflevering eigenlijk 2 uur moet duren. Want dan zie je pas hoe die familie echt in elkaar zit. Dat is gewoon heel belangrijk voor mensen, dat ze zien van, kijk, wat gebeurt er in deze grote familie en hoe gaan mensen met elkaar om? En hoe is die situatieschets dan precies van die familie? Nou, J.R. Wel, godver! Mijn naam is Kevin. Kunt u niet lezen? Maar zeg maar gewoon Cap. Kunt u niet lezen? De rode lamp brandt. Dat betekent niet binnenkomen. We zijn bezig met opname. Hé, moet u ja, op? Alles overnieuw. Rustig. Moet u hier zijn? Bent u de heer Hogedoorn? Dat ben ik. Ah, dan moet ik u hebben. Komt u binnen. Ga je maar rustig door. Wie is dat? En dat? Oh, dat kan ik u laten zien. Niet eens zo erg slecht, hè, dat acteurtje. En voor die prijs zeker niet. Ja, ze zijn duur tegenwoordig. Wat spookt u allemaal zo uit hier? Hier maken we televisieprogramma's. Ah. Actualiteitenprogramma's die de studenten zelf in elkaar zetten. Ja. Waar u net vandaan kwam, dat is de studio. Daar staan de camera's. En die camera's zijn verbonden hier met de regiekamer, zoals we dat noemen. Ah. U ziet daar op de monitoren de beelden die door de camera's gemaakt worden. Die kunnen we hier op de beeldmixer. Kunnen we die schakelen, zoals u ziet. Ja. Er zijn weer trucjes mee uit te halen. Ja. Dit is de geluidsmixer. Alle microfoonkanalen, geluidskanalen die binnenkomen, kunnen we hier mengen, muziek bijzetten. En hier is onze montageset. Alles wat gemaakt wordt in de studio's en op locatie met een portable camera, die kunnen hier gemaakt worden, achter elkaar gezet worden en gemaakt worden tot een compleet programma. Veel mogelijkheden, hè? Ja, dat hebben we, ja. Dat hebben we. Daar zijn we ook een beetje trots op. Ja. Ik zie aan uw gezicht dat u misschien aan koffie toe bent. Het is een goed idee. Met een sterke kop koffie vind ik het op mijn sloffie. Ja. Oh, oploskoffie. En vind, dan kan de oplossing niet ver zijn. Hier zijn de dossiers terug. Ik werd geweigerd op jullie academie en nam ze daarom mee om te solliciteren. Maar vergeet het maar, ze zijn waardeloos.
De grote onbekende. Ik heb ze! Fantastisch, meneer de inspecteur. Ja, ja. Van harte gefeliciteerd. Maar wie heeft het nou gedaan? Ja, nou, daar zal hij van opkijken. Nou, dat geloof ik niet. Maar gaat u door. Daar twijfelt u waarschijnlijk wel aan, hè? Zeer nou, zeker. Ja, nou, daar hoeft u niet op te twijfelen, hoor. Nee, zeg. Nou, ik zal het u vertellen. Nee, de daders zijn de makers van de film zelf. Want als er geen nieuws is, dan maken ze het wel.